Nou ja, we houden de week al in die dak om te constateren ken dat de cafés weer vol zitten en dat de ordermeter net in acht genomen wordt. Dat is net alleen in dak om staan, dat is in het hele land staan. Want ja, de mensen denken we dat alles kennen, de geest is uit de fles en dat betekent dat het Westen Dogger zat zit van tevoren ik wend winnen. We hebben een jaar lang malkoor in de lockdown zitten en nu vallen de besmettingscijfers weer daar. Het kabinet zei ik weer, er is niks te redden, alleen ja, je mag hem nog wel even om die ordermeter houden. Maar ja, die jonge Rijn, de feestvierers, je weet hoe dat gaat. Ze hebben een slokje op, ze slaan elkaar op schouder en ze zitten samen bij elkaar binnen die aantal meter. Dus het is volstrekt logisch wat er gebeurt. Het is onvoorstelbaar. De jeugd die had heel lang thuis zitten en die wilde massaal op uit. En dat is voor u natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, nou de laatste weken dan stijgt het aantal besmettingen. En ja, dan beginnen wij u zeker een beetje zwaar aan te meiden natuurlijk. Hoe het al je komt. Het eerste verhaal met Enschede wij en Grains. En nou, dat wil je natuurlijk net. En nou, er zijn meer plakken wij in Nederland waar het momenteel nou, net helemaal goed gaat. Waar de cafés overvol binnen en de discotheken. Maar ja, je wil er natuurlijk net negatief in het nijs komen met grote haarden van coronabesmettingen. We hadden hier een farador van 1200 man. En die kinderen gewoon net in. En nou ja, nu gaan we weer een beetje weer afschalen en ja, dan krijg je misschien nog een grotere regen en dat is dan op zich ook weer een probleem. En wat doe je daarmee? Ja, er is wel wat om te doen, maar ja, wat gebeurt er dan? We kennen het hoedel tegelijk wijzen, we hebben grote gemeenten, we hebben maar behind on de politie mensen, we hebben behind on de bouwers. Dus we zullen dan een paar kroegen wat eruit pakken en dan moeten de mensen eruit. Nou, de mensen accepteren dat net, je krijgt het doel. Dat willen we net, dus we willen echt dat het landelijk mogelijk oppakt wordt. Die ordermeter moet handhaafd worden, alleen dat slagen net als de cafés gewoon hier binnen. Dat is gewoon te lastig. Nou, wat er aan gebeuren moet, daar ging ik net over. Dat is iets van het kabinet. Die stelt de regels, die liet hem daardoor adviseren. En ik hoop dat ze maar kwart en dergelijke duidelijk iets aan zullen hoe het daarmee omgaan wordt. Nou, je zorgt in snits dat een aantal café-eigenaren uw eigen mannen boer zitten van nou wij gaan dicht, we willen geen besmettingen hebben. Misschien zo'n café-eigenaar dat hier ik dwang kennen, dat valt te besjen. Maar ja, het is gewoon net goed zoals het nou gaat. Ja, wat Master van de Waan, dat leed ik over aan. Aan de overheid, zeg maar. En dan jaren we wel wat er gebeuren gaat. Maar ja, wij gaan van dit weekend al minder mensen taal eten. En dat heb ik al gecommuniceerd met de gemeente. En daar winnen ze zeer goed te spreken. Gezondheid voor alles.